welcome. This is the liefde lezen for the month of February, and this is for the aarde mensen. Als je naar beneden van deze video even kan kijken, je krijgt de stemtijd van de stemboog stier en de maak mensen, oké? Of de stemboog op de maak stier of stemboog, maakt niet uit. Oké, alright. Dus we gaan even door. Eerst, deze maand is best wel een maand van genezen. Genezen van de hartchakra. Genezen van de moeilijkheden. Dat is bij jullie. Dat soort of situatie dat komt een beetje binnen. Dus eerst gaan we even kijken bij de maagmensen. En met de situatie met de maagmensen is dat ik zie dat je neemt je kracht terug. Hoe dit past bij jou is dat je besluiten een relatie gaat niet 50-50. Dus je gaat even achteruit gaan stappen en kies om gewoon voor jezelf 50-50. Je gaat even realiseren dat het is beter dat ik zet 55 omdat mijn relatie is een beetje out balance. Dus ik zie dat sommige van jullie step terug. En je gaat even voor jezelf even gaan bekijken, wat is beter voor mij? Hoe kan ik mijn relatie in balance brengen, oké? En dat wordt goed, omdat wat gebeurt hier voor jullie mensen, is dat je gaat even op de sens van je control a situatie. En dan ga je even realiseren dat je partner neemt terug en jij neemt terug en dan jullie gaat op een nieuwe point beginnen, oké? Okay? Dus zeg maar bijvoorbeeld, daar is een issue, daar is een situatie in de relatie. Ik zie dat jullie neem een stapje terug om te kijken wat is de issue, wat is de situatie. En dat doe je bij, je gaat even op zoek naar jezelf. En als je op zoek naar jezelf, je realiseert, waarom geef ik zoveel om mijn relatie, oké? Okay? Als je op zoek naar jezelf, je komt jezelf tegen. En dit is best wel goed. Vanwege doordat je gaat jezelf even confront over waarom geef je zoveel aan je relatie. En daar ga je even samen met je partner even gaan bekijken. En het is goed omdat this month is over communicatie. Omdat je gaat jezelf even confront. En waarom jij on your relatie erg. So it says, and now come to us, that sort of a thing, weet je, of yeah, ik moet even naar huis, my cup can zin, and that sort of a thing. Then as you hier on gaan bekijken, what do you is that you bring and genezen in your relatie om te zien waar is de problemen in je relatie? Hoe kan ik deze problemen oplossen? En als je vindt dat balance en dat weg, wat komt hier uit is dat je realiseert dat je relatie, whether it is gebaseerd op liefde of niet, dan kom je en word je confronteerd als het is een relatie dat is gebaseerd op materialistic gains of sociaal omgeving. Maar je komt jezelf tegen met deze. En dit is best wel goed. Dan luisteren komt op waar u en je partner en sommige van jullie, especially jullie mannen, gaat echt naar je partner luisteren. Omdat je realiseert, er is iemand dat je wil niet kwijt raken. Dus je gaat even luisteren naar de persoon om even balance in je relatie om te brengen. En dit is best wel positief vanwege doordat als je is op zoek naar een oplossing naar issues en situatie in je liefderelatie. En je luistert naar wat je partner heeft en is op zoek. Breng je best wel balance tussen de twee mensen. En dat is best wel goed. Dus voor jullie mensen, het is meer om jezelf terug te komen. Ik zie dat sommige van jullie dames door de kerst je partner besloten om een relatie, een eind naar je relatie te verlaten. Ik zie dus opkomen. Ik zie dat dit gebeurt. En ik zie dat je gaat even naar je vriend
en je vriendinnetje om te vragen, hey, had je dit zien aankomen? Omdat ik had het niet zien aankomen. En waar ben ik fout gegaan? En het is niet waar ben ik fout gegaan. Het is dat in een relatie er zijn twee mensen. En als de relatie loopt niet goed, dan moet je de bel aantrekken en laat het niet even uitlopen, oké? Dus je trekt aan de bel en zegt, laatste schat, ik mis dit of ik mis dat in mijn relatie, oké? Ik zie dat sommige van jullie jonge mensen is all over. Weet je, je bent zo vrij als water. Even je energie even inhouden, oké? Omdat als je bent zo vrij in relatie, ook als iemand die van jou een stap willen nemen, dan die neemt dat stap niet, omdat je bent zo vrij. Je bent zo vrij, je bent zo open in de relatie. En die neemt een stap weg, oké? Dus als je bent op zoek naar een relatie, mensen van 18 tot en met 25, een beetje, hou je energie in. Niet overal even gaan tappen overal met iedereen. Hou gewoon je energie in, oké? We gaan even, ik wens jullie een prettige Valentijnsdag. En we gaan nou even bekijken naar de Stenbok mensen. Nou, Stenbok, ik zie dat sommige van jullie na een verdrietige eind van een relatie, je bent vrij, je neemt tijd voor jezelf. Je gaat even bekijken wat precies is gebeurd bij de relatie. Hoe kan je dat voorkomen in een andere relatie? En je neemt tijd om even jezelf om te zien. Hoe kan je jezelf, maar ook niet dat wat is gebeurd in een relatie gebeurt. Ik zie je neemt je vrijheid. Door dat te nemen vind je best wel innerlijke kracht. En dat gaat voor de jonge mensen, de jonge mensen tussen 18 en 25. Je neemt je vrijheid van relatie en je zit om te denken, wat voor relatie wil ik in mijn leven? Hoe zie ik mezelf verder uitgaan in mijn leven? Wat voor mensen wil ik over de vloer bij mij komen of dat soort of ding? Ik zie dat meer stel van jullie zitten na te denken en bekijk iedereen relatie om te zien wat is best voor jou. En dit wordt best wel goed. Dan ik zie een verandering kom op in relatie voor sommige van jullie. En de verandering, misschien je bent zwanger, misschien er is een kind. Maar dit is best wel positief verandering. Dus ik zie dat sommige van jullie misschien worden gevraagd om te gaan trouwen of krijgen, zoiets als zullen wij samen gaan wonen. Dus dit is positive alignment of energy voor je relatie, omdat ik zie dat de relatie gaat op een positieve weg, oké? Okay? Then there is vitalizer in een relatie, dus als dat was issue, een conflict in een relatie. Ik zie de ex komt terug. Ik zie een nieuwe start. Ik zie dat jullie proberen. En niet de foutje dat was gemaakt in de verleden. Maar positieve energie. Waar je brengt positieve balance in je leven. Waar je realiseert. Hey, we gaan dingen anders aanpakken dan daarvoor. Omdat ik zie dat jullie was uit elkaar gegaan. Maar realiseer, ja, dit is de persoon dat ik wil best wel in een relatie. Dus ik zie dat de ex komt terug en jullie proberen een balanced relatie in te brengen. De energy of embrace. Ik zie dat jullie embrace jezelf. Heel veel van jullie gaat even daten. Maar het is zo, het is, ja, ik voel me goed in mijn veld. Dit voelt me goed. Ik doe dit voor een tijdje. Het maakt niet uit. Ik ga geen druk op niemand zetten. Ik wil niemand geen druk op mij. Ik ga het even zien waar bepaalde ontmoeten lopen. En ik zie dat jullie gaan met de flow. Het is niet dat ik wil praten in een relatie. Ik date mensen en ik wil zien hoe dit gaat van mij uitkomen en uitpakken. Dus het is zo, het zegt, jullie zijn vrij. Je bent vrij en je neemt de vrijheid. Voor de mensen die gaat daten, ik zie dit is positief, omdat je bent niet echt op zoek naar iemand. Je ziet wat over de vloer komen. Je ziet hoe je mensen reageren op jou. En dit is best wel positief.
Then we have Sunshine. And Sunshine is good for bacon store data. Sommige van jullie zijn in een karmatic relatie. En ik zie dat je gaat even realiseren, hey, this is a karmatic relatie. Ik ga geen moeite hier aan even gaan doen, omdat het gaat best wel goed komen. En ik zie dat je gaat rebuild je relatie. En hoe doe je dat? Is dat je realiseert dat dit is iemand dat je kent van pas leven. En je komt terug met deze persoon om wat les te leren. En door de ontmoeten en deze relatie, je begint om dingen voor jezelf om te zien in je partner. En je partner zit ook dingen om zichzelf te zien via jou. En wat gebeurt is dat het komt goed uit omdat je zit dingen over jezelf om te leren. En dat is zeer positief, zeer krachtig van weken stoordotten. Je gaat jezelf even vinden dat je komt uit met een gelukkig gevoel. De kops van de negen. Dit is gewoon positive alignment of energy. Je vindt oké, het is goed, het is hoe het is. Ik vind het best wel leuk. En je gaat gewoon het accepteren dat relatie is gebaseerd op twee mensen. En als mensen communiceren in een relatie. En ook als je bent vrij en je houdt van jezelf. En je realiseert dat je kan zonder iemand. Maar je kan top daten. Maar je gaat niet in bed met iedereen. Daar krijg je de negen van Bochel. En dat is de happy card. Dat is de gezellig card. Dat is de card dat zegt, ja, ik voel me goed in mijn veld. Het is oké. Als ik heb een relatie of geen relatie, ik ben oké. Right? We gaan even bekijken de stiermensen. En voor de stiermensen, daar was verdriet. Deze verdriet ga je nou over. Je geneest deze verdriet, whoever. Dit verdriet speel in je leven. Ik zie dat je gaat echt de verdriet genezen. En als je geneest dat verdriet, ik zie dat jullie jonge mensen tussen de leeftijd van 18 en 45 krijgen een nieuw uitzicht op relatie. Omdat soms we zitten zo vast in relatie. En ik zie dat de central van jullie liefde relatie in deze maand is dat je gaat even communiceren. Vertel mensen. Je gaat niks achterhouden. Je gaat gewoon vertellen mensen hoe je voelt, wat je bent op zoek. En dit is best wel positief vanwege het door dat je realiseert. Als ik niet laat mensen weten wat ik wil, dan zal ik nooit de juiste relatie krijgen. Omdat ik ben op zoek naar positieve energie in een relatie. Een relatie wil ik kunnen lachen en niet dat ik ben verdrietig altijd. En ik zie dat sommige van jullie is op zoek naar een partner om een familie te creëren. En het is zoiets als jullie vol, zoiets als ja, nou moet ik even kinderen gaan kweken of kinderen gaan krijgen. Vanwege dat ja, ik zat zo lang en nu heb ik zoiets als mijn biological clock zitten te bijwerken. En ik wil nu kinderen. Dus ik ga op zoek naar een partner. Dus dit is best wel goed. Maar voor sommige van jullie, ik zie dat sommige van jullie zijn geconnect met mensen. En de mensen dat je bent connect met is zoiets als die zijn getrouwd, hebben familie en dat soort ding. Nou, pas hier op vanwege doordat ik zie wat problemen later opkomen. Nou, move on. Nou, jullie dames hebben zeg maar 26 tot en met 45, ik zie dat je partner verlaat je aan de kinderen door de kersttijd of na de kerst of voor de kerst. En je bent op zoek naar de waarheid. Waarom? Hoe heb ik dit niet gezien aankomen? En het is een issue dat je hebt in een vorige leven dat diezelfde persoon of diezelfde teken u gedaan. Dus nu ben je geconfronteerd en je bent nu door de verdrietigheid en nu ga je even aan vrienden en mensen even wat gaan vertellen dat ja, het is zo, ja, mijn partner
is aan besloten verder in zijn leven te gaan. En het is best wel goed vanwege doordat ik zie dat je gaat even realiseren, hey, is het zo, dan prima, ik ga het even met mijn kinderen verder en ik ga het even mijn leven opnieuw bouwen, oké? Dus voor sommige van jullie is het moeilijk, sommige van jullie hadden tijd nodig om onder te vertellen, maar je gaat best wel goed terugkomen en je krijgt best wel een nieuwe relatie binnenkort, oké? Dus maak geen zorgen, je gaat een tijdje met de kinderen blijven. Maar hier zie ik dat sommige van jullie misschien kom je tegen iemand die vraagt je houdt. En je, deze persoon, je gaat gewoon, weet je, samen met deze persoon omdat je realiseert. En deze persoon, deze nieuwe persoon dat komt binnen, het is zo, het says, hey, wat leuk. En die pakt alles aan en dat soort of dingen. Je gaat even opeens realiseren, hey. Ja, misschien was het goed dat we uit elkaar, want de relatie was over sinds we de kinderen hebben. En dit is best wel goed, oké? Dus ik zie dat sommige van jullie, dat is even aan het daten en zo. Je gaat even iemand ontmoeten. En het gaat direct klikken, oké? De magician is dat het gaat direct klikken. En ik zie dat jullie gaat even proberen om deze nieuwe relatie een spin aan te geven waar jullie gaat even samen gaan werken voor een meer gezond relatie, omdat ik zie dat sommige van jullie is net uit of een relatie en komen elkaar tegen en jullie gaat even besloten om, weet je, in de relatieboot te gaan steppen. Misschien samenleven komt er niet direct aan, maar ik zie dat de weg dat de relatie gaat op is best wel goed. Dus dat is zeer positief. Sommige van jullie verlaten relatie. Dat was gewoon carrière door geld. Het is zo, het zegt, de relatie was gewoon gebaseerd op geld. En materialistisch benadering. En ik zie dat je gaat besluiten, ik wil mijn vrijheid. Omdat ja, de geld doet me niet. Ik wil mijn vrijheid. Ik wil echte liefde. Ik wil vertrouwen gaan leren om even op in een gezond relatie. Ik ben even op zoek. Ik heb wat geleerd. Ik wil leren om mensen te vertrouwen nog. Dus sommige mensen, dat was out of a relatie, is opnieuw is op zoek naar een nieuwe relatie. En ik zie dat je verlaten de oude pijn achter jou en je gaat even opnieuw leren om te gaan vertrouwen en je gaat even realiseren dat ja, ik kan mijn vertrouwen niet allemaal weggeven. Ik moet even laten zien en laten realiseren dat vertrouwen is vanuit twee kanten en ik zie dat als jij tegen iemand komen, je gaat even dadelijk zeggen laatste weet je, ik wil gewoon dadelijkheid. Ik wil gewoon heerlijkheid en oprecht. En vanwege dat, ja, ik heb mezelf genezen en ik wil gewoon op een nieuwe voet gaan. En dat is best wel goed, omdat je gaat even zien dat mensen gaan dat accepteren. En probeer even samen te werken om vertrouwen terug te krijgen in een relatie. Of gewoon zo het zegt, oké, nou dat snap ik wel. Dat is goed. Ik ben met je eens. En jullie gaan even werken om een nieuwe toekomst. Dus als sommige van jullie de vertrouwen in de relatie was geraakt of verraken. Ik zie dat jullie gaan even samenkomen om daar even aan te werken. Dus misschien kan je naar relatietherapie of iemand dat kan helpen met je relatie. En dit is best wel goed. Dus center is meestal de effecten op jonge mensen, 18 tot en met 45. Ik zie heel veel mensen zitten daten, maar ik zie dat jullie zijn op zoek naar de ex komt terug of je gaat even de ex opnieuw kan daten, dat soort of ding. Ik zie vrijheid. Ik zie dat sommige van jullie jonge vrouwen tussen de leeftijd van 18 en 25 wil vrijheid. Maar ik zie ook dat jullie zitten te dabbelen met
mensen dat is al in een relatie. Dus dit is iets, een shift of energy dat gaat even opkomen. Voor de dames dat je partner hebt besloten om, weet je, ze verlaat je of ze is op weg naar iets anders. Het is goed omdat ik zie dat jullie gaat je leven oppikken en je gaat op een nieuwe weg ingeslaan. Dames en heren, namaste. Tot volgende keer. Geniet van je Valentine.